Hallo allemaal, ik ben Nuf Cowboy en welkom bij deze gloednieuwe unboxing review van een blaster die je niet zomaar kan vinden overal. En dat is van de Nerf Mega XL Double Crusher. Nou, dit is dus een van de twee blasters van de Mega XL line die ik te pak heb kunnen krijgen. Natuurlijk heb ik ook al de Big Rig gereviewd. En natuurlijk was de Double Crusher ook eentje daarvan. Dan heb je ook nog een grotere blaster. Die was helaas nergens te koop. Dus dat was wel jammer. Anders had ik die ook zeker gekocht. Maar voor de rest, ik ben blij dat ik deze blaster heb. Dus ja, dit is natuurlijk de blasters die deze enorme joekels van een darts te kopen. Schieten bedoel ik. En ja, kan ik zelfs zeggen. Ik heb super veel lol gehad met de Big Rig. Dus ik zou waarschijnlijk ook een hoop lol gaan hebben met de Double Crusher. Maar dat gaan we vanzelf wel zien. Laten we naar de doos gaan kijken. Let's go. Goed, de doos is voor de rest een dichte doos. Dus je kan de blaster gelukkig niet beschadigen. Voor de staat hier nog Nerf. Je ziet de blaster. Je ziet hier dat het de largest Nerf Mega Dart ever is. Hij komt met 4 van die darts. Hier is dan nog een beetje waarschuwing in dat je 8 plus moet zijn. Voor de rest Nerf Mega XL Double Crusher en Hasbro. Voor de rest op de zijkant, onderkant helemaal niks. Bovenkant ook niet. En op de achterkant zie je nog een keer de blaster. Met een beetje hoe de grote darts zijn. Voor de rest hier dus ook nog voor de Boom Dozer Blaster. Dat is dus de hele grote blaster. Dat is de blaster die ik niet heb helaas. Vind ik best jammer, want dit is het coolste eigenlijk. En voor de rest, ja, waarschuwingen en dat soort dingen. Wat de blaster een beetje kan. Goed, we gaan deze doos lekker openen en de blaster eruit halen. Let's go. Goed, dat was een hele unboxing. Maar in de doos krijg je de blaster, zijn stock, zijn 4 Mega XL darts en de instructies. Nou, de stock moet er voor de rest nog aan. En die is denk ik vrij makkelijk te installeren zo. Ja, en daar zit het in. Goed, ik ga deze blaster even gebruiken. En ik zie jullie zo meteen weer terug. Oké, de Double Crusher. Deze blaster, man. Oh, wat vind ik de Mega XL line toch leuk. Holy moly. Ja, ik vind deze blaster nou echt leuk. Ja, de blaster is echt wel lachen. En eigenlijk heb ik net zoveel lol gehad met deze blaster als met de Big Rig. Het is gewoon super grappig om die mega darts door de lucht te zien gaan. En gewoon overal nergens te belanden. Nou goed, laten we even over de blaster gaan. Aan de voorkant is waar je de darts voor de rest induwt. Hier kan je gewoon 2 darts in kwijt. Voor de rest geen barrel attachment point natuurlijk. Wel hier voor de rest de prime. Nou, de prime is best wel redelijk groot en voor de rest comfortabel. En het is een vrij soepele prime ook. Ja. Zo makkelijk is het. Voor de rest schiet hij 1 keer 1 dart per keer af. Zo makkelijk is het. En voor de rest hier mooi een tactic rail aan de bovenkant. Mocht je eventueel sidescope of whatever willen douwen, dan kan dat. Mooi hier zo Mega XL natuurlijk in de zijkant. En voor de rest hier de grip. Nou, de grip is voor de rest comfortabel. Het heeft wel een beetje van die ribbeltjes. Maar die storen niet heel erg. Het kan soms een beetje gekkig voelen. Maar het stoort niet extreem. Trigger voor de rest ook smooth. En deze blaster heeft zelfs slamfire. En dat is natuurlijk, je houdt de trigger ingedrukt en je gaat gewoon primen. Natuurlijk is dat met een 2 dart blaster eigenlijk niet heel erg logisch om dat te doen. Maar als je iemand even snel bam bam moet even doen, dan kan dat. Voor de rest zie je de stock. Nou, de stock is voor de rest wel klein, maar niet oncomfortabel. Het is een comfortabele stak. En in de stak kan je ook nog 2 van de darts kwijt. Dus je krijgt 4 darts. Dus hier kan je nog 2 kwijt, mocht je dat willen. En ja, deze blaster is echt wel gewoon groot en comfortabel. Het is echt wel een leuke blaster. Dus ik denk dat het tijd is om dat ook aan jullie te laten zien. Dus laten we gaan schieten. Let's go. Oké, goed. Ik heb de Double Crusher gereload. We gaan gewoon lekker schieten. We gaan gewoon 4 darts van allebei de kanten doen. Van alle kanten. En dan zien we het vanzelf wel. Let's go.
Goed, zoals jullie zagen, deze blaster is echt lachen om mee te schieten. En ja, het is gewoon zo leuk om deze darts door de lucht te zien schieten. Het is echt niet normaal. Ik kan het niet uitleggen op camera, maar weet je, je moet deze blasters echt schieten. Wil je weten hoe het is? Het is gewoon zo leuk. Echt niet normaal. Maar goed, ja, deze blaster heeft natuurlijk zijn goede en slechte kanten. Het slechte is dat het weinig ammo vasthoudt. En ja, dat is, daar houdt het ook mee op. Voor de, weet je, de blaster heeft slamfire, ondanks dat het niet nodig is. Het heeft slamfire, wat altijd goed is. Het heeft gelukkig een tactical rail. En ja, in het algemeen, performance is gewoon, ja, goed. Het is, ja, Excel performance, laten we het daarop bouwen. En ja, de blaster heeft gewoon een super lol functie, dus ik kan niks klagen over deze blaster. Het is gewoon super lachen. Het is gewoon super lachen. Maar goed, om het lijstje af te gaan. Voor Nerf Wars raad ik hem alleen niet aan. Helaas. Want ja, aan het einde van de dag houd ik met twee darts vast. En ondanks dat je slamfire hebt en heel snel darts kan afvuren, je blijft reloaden. En zeker aangezien er geen refill packs zijn voor deze blaster, raad ik het niet aan. Voor normale mensen die gewoon op targets en dat soort dingen schieten. Ja, tuurlijk. Tuurlijk, dit is zo lachen. Ik kan er gewoon niet over uit hoe lachen dit is. Voor de rest, voor kinderen raad ik hem ook aan. Deze blaster is echt wel lachen. En ja, in het algemeen kan een kind dit ook wel vasthouden. Ondanks dat het wel een enorme blaster is voor ze. Het is voor mij al een best wel grote blaster, maar het is het wel waard. Het is leuk. Dus ja, goed. Mocht je voor de rest deze blaster willen kopen, linkjes staan in de beschrijving. Er staan nog meer linkjes in de beschrijving. Dus ga die zeker checken. Ik wil je voor de rest super bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet even niet te liken en te abonneren als je het nog niet hebt gedaan. En ik zie jullie allemaal weer in de volgende video. Laters!